zijn hier aanwezig bij de voetbalvereniging Roda 46 in Leusden. En vandaag is de eerste dag van het internationale jeugdtoernooi. Dat belooft nogal wat te worden, want er zijn heel veel goede clubs aanwezig, internationaal dus. Vandaag is het zaterdag, het is de eerste speeldag. En maandag zal het toernooi verder gespeeld worden en dan zal ook de winnaar bekend worden. Mijn collega Joop neemt het dan over en die zal aanwezig zijn bij de beslissende wedstrijd. Alice, jij bent een van de vele vrijwilligers. Wat heb je dit jaar allemaal gedaan voor het jeugdtoernooi? Ik doe eigenlijk alles rondom horeca, logistiek en de vrijwilligers. Dus, en wat komt allemaal kijken bij zo'n taak? Ik moet zorgen dat de vrijwilligers die hier vandaag lopen, allemaal hun taak kennen. Dat het voor de horeca qua lunch et cetera loopt. Dat het AFAS paviljoen bemand is. Voor de uitstraling look and feel, aankleding, het eten, bestellingen. Al die teams moeten hier eten of niet? 16 teams, 2 dagen lang verzorgen wij lunches. We willen natuurlijk zoveel mogelijk producten gesponsord krijgen, omdat ook wij een krap budget hebben. Dat zal elk jaar weer passen en meten, maar het is weer gelukt. De eerste dag lunch zit erop. Volgens mij hebben alle spelers heerlijk gegeten. Dus ja, dan loop ik alweer met een lach op mijn gezicht rond, dan is het gelukt. Ik zie het aan je. Naast mij zit Herwin Mars, hij is voorzitter van dit jeugdtoernooi. Hele belangrijke functie, of niet? Ja. Zo voelt het niet echt hoor. We zijn een hele echte club met elkaar. We doen het ook met z'n allen. En er moet er eentje zijn die de voorzitter is. Hoe is het gegaan dit jaar? Ja, eigenlijk heel erg voorspoedig. We hadden de deelnemende teams al redelijk op tijd rond. De sponsoring ging ook heel erg goed. We hebben eigenlijk altijd wel weer een beetje dezelfde sponsoren. Maar we hadden dit jaar ook weer wat afmeldingen. Maar ook weer heel veel nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen. Ja, dat maakt het ook wel mooi dat het budget gewoon op een gelijke hoogte blijft. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Is het soms lastig om het hoofd boven water te houden omdat die subsidies zo naar beneden gegaan zijn? Nou, wij hebben niet heel veel last van subsidies. En wij doen dit nu voor de 7e keer en we hebben nooit financiële problemen gehad. Dus tot op heden is dat geen enkel probleem. Nou waren er wel wat uitdagingen betreffende jullie eigen teams? Ja, dat klopt. We hebben voor het toernooi, zaten er heel veel ploegen nog, die waren nog in de race van de na-competitie. Dat is eigenlijk elk jaar wel zo. En hoe dichter bij het toernooi kwamen, hoe meer ploegen er eigenlijk voor, die kwamen daar niet meer voor in aanmerking. En alleen onze A1 heeft uiteindelijk wel de na-competitie gehaald. Daarvoor hebben we een ander team moeten regelen voor vandaag. We hadden wel gezegd tegen elkaar, we willen dat Roda op het toernooi actief is. Zowel voor de A en dan voor de B. Dat hebben we nu op zo'n manier geregeld dat we een samengesteld elftal hebben bij de A1. En daar zitten spelers in die volgend jaar in de nieuwe A1 gaan spelen. Er zitten 2 spelers in van de huidige A1. Die zijn namelijk geschorst voor de na-competitie. En het elftal is verder aangevuld met eerstejaars senioren. Want de A1 speelt vanmiddag om 5:30 spelen die een wedstrijd voor de na-competitie. Mag dat eigenlijk zomaar? Ja, dat is geen enkel probleem. Eigenlijk gaan we wel een beetje buiten ons boekje om. Want het staat in het reglement dat we dat natuurlijk met U19 en U17 spelers moeten spelen. Dus we hebben afgelopen weekend, toen het echt maar helemaal definitief was, hebben we alle teams ingelicht over de ideeën. Nou, alle teams vonden het eigenlijk heel erg goed. Want we hebben daarin ook het niveau gewaarborgd van onze A1. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want de teams die hier komen willen gewoon zo hoog mogelijk tegenstand. Ja, dan moet je niet met een slechte elftal aankomen. Want dan is het niet goed voor je naam en voor het toernooi. Hey, en hoe zit het nou eigenlijk met het onderdak van alle spelers? Hoe is dat dit jaar geregeld? Nou, elk jaar verblijven al onze buitenlandse gasten bij gastouders. En dat zijn gezinnen uit Leusden, Amersfoort, Woudenberg en omgeving. En elk jaar hebben we daar 72 gastgezinnen voor nodig. En gelukkig is dat ook dit jaar weer gelukt. En gisteravond zijn ze aangekomen. En dan is het altijd toch weer prettig als aan het eind van de avond alle gastouders zijn geweest. Allemaal hun kinderen meegenomen hebben. En iedereen lekker s'avonds in zijn bedje ligt. En dan ook zaterdagochtend weer allemaal vroeg hier zijn. Wat staat er morgen op de planning? Morgen gaan onze buitenlandse gasten gaan naar Amsterdam. Zij hebben daar vrije besteding. Zij mogen vrij hun dag inplannen. En s'avonds gaan zij dan weer terug naar de gastgezinnen. En wat we merken is dat er vaak in teamverband een barbecue of iets dergelijks georganiseerd wordt. Dus zijn ze weer met heel veel bij elkaar.
een familie, een gezin. Is het puur gewoon de stad bekijken morgen? De meeste buitenlandse gasten willen in ieder geval graag de Red Light District toch echt zien. Tuurlijk. Zijn ze heel nieuwsgierig na. Helaas is Ajax, het stadion, de arena, is dit jaar gesloten. Dus dat is ook altijd een grote trekker waar ze heel graag heen willen. En de grachten. Dus eigenlijk echt de toerist uithangen. Wat komt u doen bij het internationaal jeugdtoernooi? Ik volg sowieso veel voetbal natuurlijk. En dan, veel bij Roda. En extra reden is omdat we dit jaar gastgezin zijn. En we hebben vorig jaar ook voor het derde jaar eigenlijk 2 Belgen van Mechelen onder 17 in huis. Hoe bevalt dat? Ja, hartstikke goed. En de jongens vinden het ook leuk. Ik heb 3 kinderen die alle 3 voetballen hier. Alle 3 hier voetballen? Ja. En die vinden het hartstikke leuk. Want die jongens die werken ook heel erg mee. Ze komen thuis. Tenminste, gisteren hebben ze opgehaald dan. En eerst op de PlayStation en daarna buiten voetballen. Dus die jongens vinden het allemaal fantastisch. Gaat het nog wel eens ergens anders over dan over voetbal? Niet veel, nee. Ja, over de leeftijdsgrens voor de alcohol in Leusden. We hebben jongens onder 17 en die lusten wel een pintje, de Belgische jongens. Maar dat is sinds kort natuurlijk in Nederland. Dat mag je niet meer. Nee. Dus die moeten wat verzinnen om toch een biertje te kunnen drinken. Dus, maar goed, wij houden ons aan de regels, zou ik maar zeggen. Nou begreep ik dat een van jouw zoons wel een behoorlijk talent is. Ja, die staat daar toevallig. Vlieg ook om eens. Deze gaan naar FC Utrecht, hè? En kijk eens naar het shirt. Dat is speciaal aangepast, hè, voor de gasten van KV Mechelen. Ja, die hebben ze 2 jaar geleden, toen we gastgezin waren, toen kregen ze na afloop als cadeautje, kregen die jongens allemaal het shirt van de spelers. Dus die hebben we vandaag maar weer aangetrokken om ze een beetje toe te juichen. Maar ze doet niet zo goed, Mechelen, hè? Dat is jammer, dat hoorde ik al. Ja, ze zijn een beetje teleurstellend. Misschien hebben ze gisteren toch een pintje te veel genomen. Het zou kunnen. Wat ik hier kom doen? Ik heb jongens in huis. Dus die wedstrijden moet je volgen dan natuurlijk. Hè. En jongens in huis, de internationale jongens? Ja, of? De Belgen. Met een van de gastgezinnen? Ja, zeker. Ja, hoe bevalt dat? Ja, goed. Het is zoveelste jaar al dat we meedoen. Dus dat bevalt goed. Ja, hoeveel keer heb je dit tot nu toe al gedaan? Nou jongens, help me. Ik denk een jaartje of 6, 7 jaar. Dus, Zijn het leuke jongens dit keer? Ja, maar voetballend presteren ze er weinig van. Zijn ze niet goed tot nu toe? Wij gaan altijd voor de zaterdagavond. Dat is altijd het gezelligste. Dus dat is echt zo. Dus. Wat zijn volgens jou nou echt de topteams die kans maken op de winst? Nou, als we nou vandaag kijken, de eerste speeldag. Als we naar de B-junioren kijken, hebben we de onder 17. Er zijn vooral de Vitesse is heel sterk. Veilen, de Denen, AZ. Die maken gewoon een hele goede indruk. Nou, bij de A-junioren onder 19 zijn het de Zweden. Mjelby maken een goede indruk. Denen wel iets minder. Zeeburgia maakt goede indruk. Fortuna Sittard. En wellicht dat Roda nog kans maakt om door te gaan. Maar ja, dat zullen wel ook wel een van die ploegen zullen ook wel gaan winnen, denk ik. Voor de camera staat Henk Wallet. Hij is van Stichting Meerte. Hij is de vader van Meerte. Stichting Meerte is het goede doel waar Roda geld voor ophaalt. Henk, wat is Stichting Meerte? De stichting is opgericht in eerste instantie voor mijn dochter. Nadat ze gehandicapt is geworden, nadat ze een virus had gekregen op haar hartspier. En uiteindelijk een hersenbeschadiging heeft opgelopen door zuurstofgebrek in haar hersenen. En het is opgericht omdat heel veel zorgverzekeraars niet alles kunnen vergoeden. Wat wij in gedachten hadden. En we hebben geprobeerd om op die manier geld in te zamelen, zodat wij wel konden realiseren voor Meerte wat nu normaal gesproken niet kon.
Dus. En wat is los van Meerte het doel van de stichting? Wat willen jullie bereiken? Ja. Het doel van de stichting was om ook andere kinderen te helpen. Alleen er komt niet genoeg geld binnen om dat eigenlijk te realiseren. Dus op dit moment is het vooral bedoeld om Meerte een stapje verder te helpen. Letterlijk een stapje verder heb ik begrepen, want jullie sparen voor een pak, een bepaald pak. Wat is dat precies? Ja, ja, het is een molly suit en het komt uit Zweden. Je trekt het aan als een trainingspak, vergelijkbaar met de jongens die hier ook een trainingspak aantrekken. Het zit alleen heel strak en aan de binnenkant zitten allemaal elektrodes. En die geven een lichte elektrische impuls, maar je voelt het nauwelijks. Sommigen voelen het wel, anderen voelen het niet. Maar als je ziet wat ermee gebeurt, dat is heel bijzonder. We hebben het nu 2 keer uit kunnen proberen, omdat die Zweden naar een Nederlands therapiecentrum zijn gekomen. En als je ziet dat haar duimen die normaal wat naar binnen staan, ineens helemaal naar buiten los gaan staan. En als je heel makkelijk haar luier kunt verschonen, omdat ze haar benen helemaal los heeft. Dan heeft het heel veel perspectief met wat wij doen. Want wij oefenen heel veel met haar. Elke dag bepaalde programma's. En als zij dus heel veel losser is, dan kun je heel veel meer dingen doen. Dus wij zien heel veel mogelijkheden om daar wat mee te doen. Vandaar dat we heel actief zijn om daar geld voor in te zamelen. En, hoeveel is er nog nodig? Ja, het was ruim 1000 euro. En we hopen dat door de actie die hier op touw is gezet voor Meerte, dat we daar een heel eind mee in de goede richting komen. Doordat het meer gaat leven, zijn er ook wat mensen rondom ook al wat actiever geworden. Dus ja, hoe meer mensen actief worden, hoe beter het gaat. Dus, ik geloof dat een deel van de loting, dat een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat, hè? Ja, dat klopt. Ja, een deel van de opbrengst gaat erheen. Dus ik hoop dat veel mensen proberen loten te kopen en ook om proberen hun prijs in de wacht te slepen, want dat zit er ook nog aan. Hè? Tuurlijk, dat zit er ook al vast. En wat is nou precies de link met Roda? Want er zit ook een verhaal achter, hè? Ja, ja. Onze zoon die voetbalt hier al inmiddels zijn 4e seizoen. En hij speelt op dit moment in de A1. En wij zijn altijd heel erg betrokken. Ik ben zelf vlagger bij de A1. En Meerte gaat ook altijd mee met Corine, mijn vrouw en moeder. Dus we zijn er altijd wel bij, zowel uit als thuis. We vinden het gewoon een heel leuk spelletje ook voetbal. En Meerte vindt het ook erg leuk. Ja. Die is heel vaak, staat ze gewoon te kijken aan de zijlijn. Ze is er eigenlijk ook altijd wel bij. En ze vindt het ook leuk om te gaan. 'S Ochtends vroeg vraagt ze vaak al, als ze merkt dat het zaterdag is, want die dag is toch anders. Voetbal. En dan soms ja, maar meestal ook wel eens een keertje niet. Ja. Nou, ik hoop natuurlijk heel erg dat het gaat lukken en geniet nog van het toernooi. Ja, gaan we doen. Bedankt. De eerste dag zit er bijna op. Volgens mij is het een groot succes. Het is prachtig weer. Ja, en nu gaat de bal door naar Joop. Dankjewel, Laura. We kunnen natuurlijk niet alles verslaan. Maar we gaan in ieder geval de A-junioren onder de 19 bijwonen. En we maken een hele reportage hier leuk voor Leusden. Die jongens die talent hebben. Die misschien doorstromen naar het betaalde voetbal. Want er lopen ook genoeg scouten rond. En daar gaan we ook even mee praten. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wie er in de finale staan van de A-junioren onder de 19. En dat kan ik het beste vragen aan mijn toernooidirecteur. Toernooisecretaris. Toernooisecretaris. Ja. En mijn naam is Bart Geus. Bart, zeg het eens man. Hou ons niet langer in spanning. De finale A-junioren onder de 19 gaat tussen. Gaat tussen de voetbalvereniging Mjolby uit Zweden en Zeeburgia uit Amsterdam. Die begint om? Die begint om 15:30. En hebben ze daar ook dan internationale scheidsrechters bij, dat je toevallig weet? Wij hebben allemaal Nederlandse scheidsrechters. Een trio voor elke wedstrijd. Dus neutrale grensrechters en een scheidsrechter. Om 17:30 heeft zaterdag ons A1-team gespeeld voor promotie naar de eerste divisie. En die hebben met 3-0 gewonnen van Be Quick uit Groningen. Terecht zeker, hè? Heel terecht. Stond bij rust al 3-0. En zaterdag spelen we de return. En als we die goed afsluiten, dan krijgen we nog 1 finale wedstrijd. Allemachtig. Ja. En wat voor niveau spelen ze dan, zei je? Dan spelen ze eerste divisie landelijk. Dat is een knappe prestatie, hè? Het zou voor het eerst in de geschiedenis van Roda zijn dat we zo hoog met de jeugd gaan spelen als dat lukt. Barry Powell, is dit herkenbaar voor jou, deze situatie? Ben je ook zo begonnen? Nou, niet op zo'n mooi toernooi. Dat hadden ze nog niet in mijn tijd. En het is geweldig voor de jeugd dat dit er is. En geweldig om mee te maken. Ja. Even over jouw privé. Knietje. Speelde er een beetje op. Net was je weer heel optimistisch. Hij schijnt het weer te doen, hè? Ja, hij doet het weer. Ik heb een uurtje meegedaan afgelopen zaterdag tegen Linden.
Helaas hebben we niet kunnen winnen, maar we hebben een herkansing volgende week. En daar gaat die knie voor zorgen dat daar een bal vol in de kruising komt en winnen met 1-0? Nou, dat is wel de bedoeling. Het liefst 2-0, want dan is gelijk klaar. Hoeven we ook niet te verlengen. Dus ja, we gaan ervoor. Het is nog 1 wedstrijd dit seizoen. En dan hopen dat we hem winnend kunnen afsluiten. En jouw carrière bij Kozakken Boys, gaat die verder of zijn er interesses voor andere verenigingen? Nee, ik heb al vlak voor de winterstop al een jaar verlengd. Dus daar blijf ik sowieso nog 1 jaar. In de spits? Dat is wel de bedoeling, ja. Krijg je concurrentie? Nou ja, er is altijd wel concurrentie, maar ik heb wel genoeg vertrouwen dat ik volgend jaar de eerste spits ben. Mozes, wij kennen elkaar van KVVA. Ja. Jarenlang hebben we daar gespeeld. Inmiddels ben jij vertrokken. Wat doe je nu? Ik voetbal zelf nu in de zondag 1 hier ook. En ik ben tijdens het internationale toernooi ben ik teambegeleider van verschillende buitenlandse clubs. En dit jaar van KV Mechelen. Wat leuk, spreek je een beetje Belgisch? Nou, gelukkig kunnen ze Nederlands en Frans natuurlijk. Dus dat komt makkelijk voor mij uit. Hoe ver zijn die gekomen? 1e laatste plek. Ligt niet aan jou, hè? Nee, gelukkig niet. Maar die jongens, die hebben zich vermaakt? Ja, zeker. Op zaterdagavond gaan ze meestal allemaal nog mee de kroeg in. Ja. En dat is voor hun natuurlijk een uitstapje van het jaar. Ja. Want het hele seizoen door hoor ik dat ze keihard trainen. 6 tot 7 keer per week. En voor hun is dit gewoon een vakantie weg. En dat mag, ze mogen een klein beetje... Ze mogen een klein drankje drinken van de trainer. Een beetje vertrouwen op je grensrechter? Zeker. Als zij de vlag in de lucht steken, dan hoef ik niet te twijfelen. Hij had het grootste vertrouwen in je? Ja hoor, vind ik goed. Kon jij het een beetje belopen ook? Ik wel hoor. Ja? Kon jij het een beetje belopen? Zeker. Ja? Ondanks mijn leeftijd, wil je zeggen? Ja, ik ben er net voor. Hey, jullie zijn nu klaar? Ja, wij gaan lekker douchen en genieten van een drankje. Oké. Okay. Nou, misschien tot volgend jaar. Ja, graag. Dankjewel. Fijn zit. Je had me al gewaarschuwd, er kon wel eens een beetje nattigheid aankomen. Ja, ja, deze groep doet dat. Ja. Dus ik was op mijn hoede. Jij bent wel trots op het spul, of niet? Ja, ik ben echt trots op ze. Ja. En vooral hoe ze de finale ook weer spelen. Zo willen we ook gewoon spelen. Ja. En of het nou de finale of de eerste wedstrijd is, zo willen we spelen. En dat hebben ze gedaan en dat is prima toch? En met deze groep ga je een nieuw seizoen ook starten? Nee. Deze, de helft, nou zeg maar drie kwart die gaan naar onder 17. En dan gaan een aantal naar onder 19.
Yeah, it was a great victory for us. We fought hard for this, so I'm happy. Yeah. We only have a couple of guys who are born 96 who are going to be too old, but almost the same guys are going to play next year also. Next year? Yeah, yeah. Back here in Roda in Leusden? Yeah, I hope so. If we get the invited, so I hope we're going to get invited now so we can take a new victory. Congratulations, was Braatse. What is it? Congratulations. Yeah? In Swedish. Gratis. 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 Tak. Tak ze mykje. Tak ze mykje. Tak ze mykje, weet ik ook. Dankjewel. Tak. Wallander. Vorig jaar, grote victorie. Zeker. Nou, een beetje, wat vind je zelf? We hadden de doelstelling als ploeg gewoon om een goed toernooi neer te zetten. Yeah. We zeiden tegen elkaar dat we wel de halve finale misschien konden halen. Dus daar gingen we voor. Yeah. En dat hebben we de eerste dag heel goed gedaan. Twee keer gewonnen, één keer gelijk ook tegen Malby toen 0-0. Yeah. En toen vond ik al dat zij iets de sterkere partij waren. En uiteindelijk hebben ze het ook laten zien dat ze toch ietsje sterker dan ons waren. Yeah. Ze hebben verdiende finale 1-0 gewonnen. Ja, sportief. Dus we hebben er alles aan gedaan en de jongens hebben het echt heel goed gedaan. Dus. Foto's, prijzen, loterij, bloemen. Yes? Zijn de rollen ingedeeld nu? Ja. Wie gaat de bloemen doen? Wie gaat de bloemen doen? Alice. Gaat de bloemen doen? Ja. Wie gaat de bekers uitreiken? Steven. Steven. Dit is hoogstaand, hè? Dit is, ik heb die finales bekeken. Ja. Het was wel lekker, hoor. Ja. Het is jammer dat we die wedstrijd om de derde en vierde plaats niet hebben gezien. Want de jongen van Vitesse heeft er gewoon 5 ingeschoten. Ja. Maar ja. Hier staat toch wel toekomstig nationale jongetjes? Voetballen, denk je? Nou, dat denk ik wel. Ja, sowieso. Misschien wel jongens die hun debuut gaan maken, Europees, hè, van AZ. Ja. Een trainingspak wat alle jongens vandaag aan hebben. Alleen daar zit een soort van elektrode in. Waardoor er een elektrische impuls komt die je nauwelijks voelt. En ze ontspant er helemaal van. Haar duimen staan naar buiten, haar benen komen lossen. Waardoor wij gewoon veel beter de oefeningen kunnen doen met haar. Waar we echt elke dag hard mee bezig zijn. En hoeveel geld hebben jullie daarvoor nodig? Voor nu ruim 1000 euro. We hebben al zijn een heel eind op weg. Maar we hopen zeker met de loterij van vandaag ook weer een stap te kunnen maken. Ja. Het totale bedrag wat wij hebben opgehaald van de loterij is 1000 euro. Winnaar van het internationale jeugdtoernooi van dit jaar onder 17
Jeroen. Ja. Dammers, je hebt het stokje overgenomen van pa. Ik heb het stokje overgenomen van pa vorig jaar. Of ja. Dit jaar in januari. Ja. Zonder sponsoren is zo'n groot toernooi eigenlijk nauwelijks te organiseren. Nee. Jouw hart ligt een beetje bij het voetballen? Zeker, zeker. Mijn zoon voetbalt hier in de C4. En ik heb zelf ook altijd gevoetbald. Ik ben keeper geweest. Helaas geen mooie carrière gehad. Maar voetbal is zeker mijn ding. En als het met het bedrijf goed gaat, dan zullen wij zeker ook voor de toekomst gaan kijken wat we weer voor Roda kunnen betekenen. Je verbindt je niet voor langere tijd? Nou, we hebben een contract voor 3 jaar afgesproken. We zitten nu in het tweede jaar. En ja goed, ik denk dat we volgend jaar wel weer rond tafel zullen gaan zitten en kijken wat we kunnen gaan doen om de samenwerking waar mogelijk voor te zetten. Albert Racht, sportwethouder, onder andere sport in de portefeuille. Leusden staat als een huis, zie ik wel, want het was een duizenden mensen kwamen op de been. Ja. Roda heeft zich met Leusden goed op de kaart gezet. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat dit een van de leuke dingen voor Leusden is. De verenigingen, de sportverenigingen, de mensen zelf die zo'n toernooi organiseren en daarmee Leusden op de kaart zetten. Dat is echt heel fantastisch voor ons. We zijn er heel blij mee. En ze voetballen hoog, hè? Ze voetballen hoger dan Amersfoort met Hoogland. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet zo precies weet. Maar ik vind dat de jeugd van Leusden speelt altijd erg hoog. Hè? Dus hebben altijd hele goede jeugdteams. En die spelen inderdaad hoog in de competitie. En dit zijn natuurlijk nog wel weer teams die net even een maatje te groot zijn over het algemeen voor Leusden. Ja. Maar ja, toch, het is natuurlijk ook een uitdaging voor de jongens. Het is natuurlijk prachtig om tegen teams als Vitesse en AZ te spelen en ook de buitenlandse clubs. Ja. Dus ook voor onze eigen jongens is het een fantastisch toernooi. Erwin, yes. Het zit erop. Ja. De rotzooi wordt opgeruimd. Muziekje op de grond. Even, heel kort, de afsluiter. Ja, we kijken met een heel goed gevoel kijken we terug. Twee prachtige winnaars met AZ en Mjelby. Twee nieuwe winnaars, nooit eerder gewonnen. Daar zijn we super blij mee. Nou, we kijken gewoon met een heel goed gevoel terug. Alles is eigenlijk gewoon vlekkeloos vergaan. Dus samengevat, gewoon een toptoernooi, absoluut.